Ver van de bewoonde wereld wordt keihard gewerkt om alle botten van de dinosaurus uit de grond te halen. Een klus waar de Nederlandse onderzoekers en hun Amerikaanse collega's van smullen. Dit is een ontzettend fijne opgraving. Het zand is heel zacht, de botten zijn hard, ze zijn perfect bewaard gebleven. Dus je hebt niet vaak dat je zo'n makkelijke opgraving hebt als deze. This is actually our 10th T-Rex excavation. Not very many of them were as good as this though. So some of them have partial skulls, some of them have partial skeletons and partial skulls, but this is one of the nicest ones we've worked on so far. Honderden van deze enorme dieren moeten hier meer dan 60 miljoen jaar geleden hebben rondgelopen. Ja, en als je dan kijkt naar dit enorme bot, ja, dan kun je je wel voorstellen waarom Tyrannosaurus Rex staat voor koning van de dinosaurussen. Het enorme dier kon wel 12 meter lang worden en woog tot wel 4000 kilo. Deskundigen denken dat ze alleen in Noord-Amerika voorkwamen. Dit skelet is gevonden in de staat Montana bij het dorp Jordan. De directeur van Naturalis wil zo'n dier al heel lang hebben. Nou, T-Rex is het allermooiste wat er is. Voor een natuurhistorisch museum is een T-Rex de absolute top. Dit was het grootste en sterkste dier wat ooit heeft geleefd. Dus als er iets is wat je wil hebben als museum, dan is het een T-Rex. In het voorjaar dachten ze er ook al één gevonden te hebben. Maar toen bleken het wat losse botten te zijn. Nu lijkt hij dus wel bijna compleet, inclusief schedel. Die is meteen in het gips gegoten om hem te beschermen. Aan de bovenkant maken ze hem open om bijvoorbeeld de enorme tanden te kunnen bekijken. Ook kinderen die in de buurt wonen komen nieuwsgierig kijken bij de opgraving. I think it's just impressive that like one bone is like as big as me. So it's really cool how big these things are. Teeth and because of their size. How big are they? The size of a pop can. We have a museum at Bozeman, so I've seen bones like this, but I've never seen them like being dug out. Zo'n uniek skelet is ook heel veel geld waard. De Nederlanders moeten de eigenaar van dit stuk land er ongeveer 7,5 miljoen euro voor betalen. Maar dan heb je ook wat. Je kan hem nergens zien. Er is geen museum in Nederland, maar er is ook geen museum in Europa of waar dan ook buiten de Verenigde Staten waar ze een T-Rex hebben. En jullie willen heel graag de eerste zijn? Nou, we willen heel graag de eerste zijn, want wij willen ons publiek een echte T-Rex kunnen laten zien. De komende week wordt er nog hard doorgewerkt om alle dinobotten boven de grond te krijgen. En waarschijnlijk is hij dan pas in 2017 in Nederland te bekijken.